Hallo allemaal, welkom. We zitten hier lekker tussen het groen. We kunnen de tuin weer in. En naast me zit tuinarchitect Loek Peters. Loek, welkom. Welkom ook, Petra, die net zo blij is dat hij de tuin weer in kan als jij. Hey, hartstikke fijn hè. Voor ons zien we dus een schaal met allemaal leuke plantjes. Kun je daar iets over vertellen? Want dit zijn dé plantjes voor het voorjaar, omdat ze dus een heel bepaalde cyclus hebben. Ze hebben allemaal een bolletje. Dat betekent dus, er zit een heleboel energie in. Dat betekent dat ze in heel korte tijd hun hele verhaal kunnen draaien. Dus eigenlijk alles zit in dat bolletje? Dat zit allemaal in dat bolletje, ja. Want als dat uitgebloeid is, dan zijn de omstandigheden om te groeien en te bloeien meestal ook zo slecht dat het de moeite niet meer loont voor zo'n plantje. Dan hebben ze één nadeel en dat is dat die bolletjes graag uitdrogen als die te lang in magazijnen liggen. Nou, dat voorkomt men tegenwoordig door die planten dus in het groen, zoals dat heet, aan te bieden. Dus met bloemetjes en blaadjes. En poot ze zo in je tuin op de plek waar je denkt dat ze moeten komen. Dat is natuurlijk ideaal, hè? Want je ziet meteen hoe ze eruit zien in de tuin. Hè? Dat is het mooie. Je kunt er dus hele mooie combinaties van maken. Ze hebben nog een voordeel, deze. En dat is dat ze zich allemaal heel makkelijk uitzaaien. Waarbij dit kleine ding, het winteralkonietje, als eerste begint, eind februari, en de rest dus volgt. En dan heb je dus weken achter elkaar, heb je heel erg veel plezier. Doe daar niks aan, laat het allemaal lekker groeien. Want die bollen, eigenlijk moet ik zo leggen, laat dat loof ook afsterven. En als dat dan een beetje bruin is, nou, dat moet je dan ook maar een keer goed vinden. Dat hoort er ook bij de hele cyclus. En dan hebben we dus eigenlijk een heleboel nieuwe plantjes, ieder jaar opnieuw, met je uit de buurt blijft. Het kind kan er wel zien. Klinkt als heel makkelijk tuinieren, klopt dat ook? Dat is het ook. Je moet in dit soort situaties meespelen met moeder natuur. Waarom zou je dat moeilijk doen als het makkelijk kan? Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren, moet ik zeggen. Mij ook. Wat het leuke daarvan is, dat van, god, zo'n pot met krokusjes. Als je die één keer plant, moet je zo voor een jaar of 4, 5 terugkomen. Dan zijn het er echt, dat overdrijf ik niet, 20 keer zoveel als nu. Dat lijkt me heel mooi uitzien, zo'n groot veld met krokusjes. Doe dat. Ja? Nou, dat gaan we doen. Leuk. Ik heb er helemaal zin in. Dankjewel, Loek, voor de uitleg en fijne dag nog.